Welkom bij Start Trading Options. Vandaag zullen we een nieuwe trade opzetten in een tech-stock, namelijk in GoPro. Dat is de bekende cameramaker voor allerlei sportieve toepassingen, om te skiën, om te zwemmen onder water en zo verder. Dat is een bedrijf die nog niet zo lang op de beurs is, heeft ge-IPO'd vorig jaar, dacht ik, is meer dan een jaar nu genoteerd op de beurs, heeft een hele steile klim gekend na de IPO, en is nu heel sterk teruggevallen, zodanig dat hij op zijn laagste punt staat van de laatste 52 weken, denk ik. Hij heeft ook in de laatste dagen een enorme sell-off gehad van meer dan 10%. En hier gaan we dus een put-ratio spread opzetten, met de bedoeling dat er dus een bounce-back is in GoPro. Een put-ratio spread, dat is een long put die we kopen in de money, en dan verkopen we niet één, maar twee short puts out of the money. We zullen dit in de oktobermaand doen. Indien we enkel dus een long put en een short put in dezelfde maand zouden kopen, zou dat een put vertical zijn en eigenlijk een bearish positie zijn. Doordat we die extra put schrijven, maken we er dus een bullish positie van. We krijgen daar relatief veel premie voor, waardoor we dus eigenlijk langs de upside geen risico meer hebben. Enkel een positief bedrag indien het aandeel verder zou stijgen of serieus zou terugbouncen. Waardoor we ons enkel moeten zorgen dus maken over de downside. En daar hebben we dus wel ongelimiteerd risico. Hoe gaan we die trade opzetten? We gaan naar onze option trader. We gaan dus een optiecyclus nemen met nog meer dan 30 dagen te gaan. We nemen dus de oktobermaand. En zoals ik zei, gaan we dus één optie in de money kiezen langs de putzijde. Het aandeel draait momenteel aan $34,18. We gaan dus de 35 put kopen, eenmaal. Ik kan je hier al zien, ik heb de trade al opgezet. En we zullen out of the money gaan, dat is naar de 34 call. We gaan maar 1 punt out of the money. En daar gaan we niet 1 call verkopen, maar we zullen er 2 verkopen. In totaal krijgen we dus een premie daarvoor van $245. Dat is dus heel veel premie. En we hebben dus een trade opgezet die licht bullish van aard is. Als ik nu even de performance profile erbij neem, dan kan je zien hoe de trade eruit ziet op de profit- en losgrafiek. Langs de upside hebben we dus maximale winst aan onze short strike van 34. Indien we blijven doorstijgen, maken we altijd dezelfde winst van $232. Aan de huidige prijs zouden we $307 maken, dus dat is een maximale winst. En we hebben dus meer dan 10% downside, vooraleer we dus onze break-even bereiken. En de kans dat we hier krijgen in onze profit- en losgrafiek is 68% dat we dus enige winst maken op deze trade. Langs de putzijde hebben we dan natuurlijk wel door die extra put die we verkocht hebben, die ongelimiteerde downside, maar omdat het een aandeel is die relatief laag is in bedrag, het aandeel trade slechts aan $34, hebben we toch een zekere cap gezet op de downside, plus dat we ook de trade opzetten op een aandeel dat een zeer sterke sell-off heeft gekend. Het is wel een techstok, dus met potentieel, dus vermoedelijk zal er op een bepaald moment toch een bounceback moeten zijn, en dat is waar we op rekenen. Vandaar dat we dus een trade hebben die licht bullish is. Indien hij ter plaatse blijft trappelen, of zelfs nog lichtjes daalt, is dat geen probleem voor ons. Indien de tijd voorbij gaat, en na 14 of 18 of 20 dagen, zal deze volle lijn beginnen stijgen naar de bolletjeslijn, dan maken we dus nog altijd heel wat winst. Indien het aandeel morgen met 10% omhoog springt, geen probleem, dan maken we onmiddellijk veel winst en gaan we de trade dan ook onmiddellijk verkopen. Het is slechts indien GoPro nog zou doorzakken, dat we dus onder druk zullen komen te staan. We zullen dus onmiddellijk dit verlies hier oplopen en dan rest er ons enkel nog oftewel de trade af te nemen, oftewel die short put te laten omzetten in 100 long aandelen, dat is ook een optie, en daar dan calls tegenover schrijven, of hopen of wachten tot het aandeel terugveert. Dat zijn dus de opties. We gaan ook niet tot de allerlaatste dag in deze trade blijven zitten.
wanneer we dus een acceptabel winstniveau hebben, bijvoorbeeld de helft van die $245, dus $120 winst, dan stappen we uit deze trade. Het is ook een trade die wat buying power reductie geeft. Er zal dus ongeveer een marge worden vastgelegd van $900 om deze trade op te zetten. Dit is dus de trade voor vandaag. Een put ratio vertical, een put ratio spread in GoPro met een lichte bullish bias die ons toch $245 premie geeft en ook heel wat positieve data. Ik zie je terug bij een volgende trade update. Tot ziens.